Hi, leuk dat je kijkt naar de nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik de Metallic Watercolor Paint van DecoTime uittesten. Dat zijn deze setjes, die zijn te koop bij de Action. Ik heb in totaal 4 setjes met de kleuren. Misschien dat ze er nog meer hebben gehad. Er staan wel nummers op, maar het is dus eigenlijk waterverf die je dus kunt gebruiken met een watercolor brush. Dus ik dacht, het is wel leuk om deze eens te gaan proberen om te kijken wat voor effect dat geeft. Dus mocht je benieuwd zijn hoe deze setjes bevallen, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Nou, ze zien er dus zo uit. Even kijken hoor. Het is gewoon waterverf voor een sprankelend effect. Je moet het kwastje vullen met water, drukken en dan een testveel gebruiken voordat je begint met tekenen. Het borsteltje kun je schoonmaken met water. Ik ga dat zo ook eventjes laten zien. Ik ga allereerst even wat kleuren laten zien. Ik heb allereerst dit setje. Ze zijn €1,42 per stuk, wat ik op de Action website zag. Het kan zijn dat de prijs inmiddels weer wat veranderd is, maar het is eigenlijk wel een hele goede prijs voor dit soort setjes. Dan heb ik ook deze kleur. Het zijn weer wat meer van deze tinten. Er zitten ook echt hele grappige afbeeldingen op de achterkant die je er dus mee kunt inkleuren. Even kijken hoor. Dan heb ik deze. Die ziet er zo uit. Ook heel leuk met blauw. En de laatste die ik heb, dat is deze. En die vind ik er ook wel heel erg leuk uitzien. Ze hebben ook nummers. Het zal wel zijn dat je ze echt wel op nummer kon kopen. Maar het is ook altijd net een beetje wat er ligt. Hier hebben ze ook iets heel moois mee gedaan. Dus we gaan gewoon eventjes de setjes zo uitpakken. En dan ga ik er een kleurplaat mee proberen in te kleuren om te kijken of dat werkt. Dus ik ben er wel heel erg nieuwsgierig naar. Oké, ga ik eerst even zo'n setje openmaken. Jullie zien alleen even niet mijn gezicht, maar kan ik even beter dit in beeld brengen. Er stond bij het testen het op een papiertje uit, die zit er niet bij. Dan is dit gewoon de verf. Zit gewoon in een... Oké, die laat ik nu vallen. Nou, die ga ik er gewoon weer even tussenin doen. En dit is dan de waterbrush die je erbij krijgt. Deze vul je met water en daarmee kun je gaan verven. Dus ik ga hem eventjes vullen. En dan heb ik hier een kleurplaat. En die wil ik hier dus mee gaan proberen in te kleuren. Dus dat gaan we nu gewoon gelijk eens even proberen. Nou, ik heb geprobeerd het waterpennetje te vullen. Maar die krijg ik niet eens meer terug dicht. Dus ik ga het nu maar eventjes met een bakje met water doen en hem daarin dippen. Want ik krijg hem dus gewoon niet meer dicht. En dan ga ik beginnen met een groen kleurtje voor de blaadjes. Dus ik ga jullie even zo neerzetten. Ja, normaal gesproken is het dus beter om het anders te doen. Maar ik krijg het dus gewoon niet voor elkaar. Dus ik ga nu gewoon dippen in de verf. En ik zie wel dat die opneemt. Dus ik ga gewoon kijken wat er gebeurt. Normaal gesproken ben ik ook meer van de kwastjes. Maar ja, dan wil ik het ook wel doen zoals het hier beschreven staat. Dus ik denk dan doe ik het gewoon zo. Ik weet overigens niet of je dit ook heel goed weer kunt schoonmaken. Misschien in een sopje of zo. Je ziet wel gelijk dat de kleur afkomt. Maar ik vind het niet, het is niet een hele intense kleur. En normaal gesproken met die waterbrush, als die gewoon op elkaar zit, gaat dat veel beter. Maar net wat ik zeg, ik krijg hem gewoon niet meer op elkaar. Op de een of andere manier zegt hij, je doet het zelf, maar... Ja, het heeft wel een heel leuk kleurtje. Dan ga ik even kijken of ik een bruin tintje heb. Die zit er niet echt per definitie bij. Maar ik zie wel een ander leuk kleurtje wat ik wel kan gebruiken. Ik ga de boom maar voor dit kleurtje geven. Want ja, ik zie gewoon niet echt heel veel mogelijkheden daarin. Omdat ik dus niet echt een hele bruine kleur heb. Ik gebruik nu gewoon wel continu hetzelfde kwastje, dus dat gaan we ook zien. Maar dat neemt hij dus wel op. Dus op zich maakt dat niet uit. Ik ben wel heel benieuwd of het kwastje uiteindelijk ook weer goed schoon wordt. Maar misschien als je hem gewoon in een beetje water met sop legt. De zwarte lijntjes vallen wel een beetje weg, wat op zich niet super erg is. Maar ze vallen wel weg. Maar het werkt wel. Dus de kleur is best wel intens. Zo. Ik
Maar je moet hem wel een beetje nat blijven maken, zeg maar. Net wat ik zeg, ik mis nu natuurlijk... Oh, er loopt nu net even een kat langs. Ik mis natuurlijk nu wel eventjes de grootheid van het dingetje. Omdat je normaal gesproken, als je dus hem echt op het dingetje hebt zitten... dan kun je hem gewoon heel makkelijk nat maken. En dat wil nu met deze gewoon niet. Omdat ik dus dat brusje er niet op krijg. Dus de brusjes die erbij zitten, die vind ik niet echt heel erg handig. Maar ja, goed. Het is even wat het is. Ik heb er wel eventjes een krantje onder gelegd voor de zekerheid. Omdat ik niet weet of het doordrukt. Maar dat kunnen we straks wel zien aan de achterkant. Je ziet wel gauw streep hoor, moet ik zeggen. Nou weet ik eigenlijk niet eens heel goed wat een koala allemaal voor kleuren heeft. Misschien wordt het een beetje een fantasie koala, dat zou ook kunnen. Ik ga hem even hier weer goed opleggen. Dat vind ik wel leuk. Ik weet ook eigenlijk niet wat een koala voor kleur neus heeft. Dat zou ook wel eens een zwarte kleur kunnen zijn. Dan ga ik eventjes kijken. Dan ga ik eerst de oortjes en zo doen. En dat ga ik met een roze kleurtje doen. Dat vind ik wel leuk. En dan doe ik het mondje ook roze. Of meer rood, denk ik. Maar ik ga dus eerst even de oortjes. Maar deze kleur die neemt dus al niet heel erg lekker op, zie ik. Die roze. Ja, als je een beetje goed duwt, gaat het. Maar het is niet... Ik vind deze niet zo heel intens. Hoeveel water ik ook pak. Ik denk dat ik zijn neusje, als ik een zwarte kleur heb, zwart ga doen. Ja, het mag natuurlijk ook wel gewoon een koala zijn die een beetje fantasie is. Even het mondje, tongetje. Zo. Dat druppelen we er eventjes uit. Dan ga ik kijken naar grijs. En die heb ik hier ook, de Cool Grey. Dan ga ik even kijken welke kleur ik... Dan ga ik nu de koala dan mee inkleuren. En ik denk dat ik voor deze kleur ga. Ik denk dat ik die wel heel mooi vind. Op zich werkt het wel snel. Het is wel mooi. Ja, het heeft een soort metallic effect. Wat leuk is. Kijk, deze neemt dan weer heel goed op. Je merkt al wel snel dat hij wat verlicht. Dus je moet al best wel snel weer bijpakken natuurlijk. Maar deze verf die droogt gewoon na de tijd gewoon weer op. Ik denk wel dat dit alleen geschikt is voor papier trouwens. Dus niet voor andere materialen. Dat staat er ook niet op. Dus ik ga ervan uit dat dat gewoon niet zo is. Kwastje wordt wel heel vies, maar dat maakt op zich niet uit. Net wat ik zeg, ik gooi hem straks gewoon eventjes in een sopje en dan zie ik wel of dat hij de verf eruit haalt. Het is natuurlijk allemaal op waterbasis, dus dat is op zich wel een groot pluspunt.
het ziet er wel leuk uit. Dan draai ik hem eventjes om, dan kan ik iets beter bij het hoofdje. Kijk, en die kleine lijntjes die vind ik dan al lastig worden. Vooral omdat je hier dan weer langs moet, zeg maar. En net wat ik zeg, het is wel lastig hoor, zonder dat die pen er nu echt op zit. Ja. Ik kan er ook eventjes niks anders van maken, omdat die gewoon niet meer erop draaide. Ja, dat kun je dan wel zien, dat is dan toch weer wat zwakkere kwaliteit. Maar weet je, die pennen kun je overal wel kopen, dus vind je het echt heel fijn en vind je die pennen niet fijn. Volgens mij hebben echte hobbywinkels ze ook wel. En op zich werkt het zo ook wel hoor. Zo, dan doe ik ook even zijn staartje en dan uiteindelijk nog even zijn neusje. Zo, je ziet wel veel kleurverschil moet ik zeggen hoor. Dat, ja, daar moet ik heel eerlijk in zijn. Kwaadje klaar. Ik vind het wel een heel leuk resultaat. Want je ziet alleen wel veel kleurverschil. Dat zie ik wel heel duidelijk. Nou, dit is hem dus geworden. De plaat met de metallic verf. En als je hem zo houdt, zie je echt die metallic gloed. En dat vind ik mooi. Als je hem echt zo houdt in het licht, zie je echt wat die metallic is. Je ziet heel duidelijk wel kleurverschil. Sommige plekken zijn heel donker, sommige plekken niet. Maar op zich, het stoort me niet. Ik vind hem op zich wel heel schattig geworden, moet ik zeggen. Dus je ziet echt die metallic gloed. Dus het werkt wel echt. Of ik die brushpen echt zou gebruiken. Nou, niet de brushpen die erbij zit, want je krijgt dus deze brushpen erbij. Hij ziet er op zich best wel luxe uit, maar ik krijg hem dus voor geen meter dicht als hij gevuld is met water. Dus de brushpen die erbij zit, die vind ik niet fijn. Je zou het ook gewoon met een gewoon kwastje kunnen doen. Misschien dat ik dat beter had kunnen doen. Je kunt natuurlijk wel brushpen gebruiken, maar ik zou niet per definitie deze aanraden. Maar dan toch denk ik een betere van misschien een ja, echte winkel, een hobbywinkel. Zodat die toch beter zijn van kwaliteit, want ik vind de kwaliteit van de pennen die erbij zitten niet fijn. Je ziet wel heel duidelijk waar je gedipt hebt. Dat zie je hier bijvoorbeeld. Maar dat droogt ook weer op. Dus uiteindelijk kun je er denk ik best wel lang mee doen. Ik zal ook eens eventjes kijken hoeveel erin zit. Dit is dus een irritatiepuntje. Want nou zit die pen niet goed. Die pen die hoort hieronder. Dat is een irritatiepuntje van mezelf. Er staat eigenlijk niet duidelijk op hoeveel erin zit. Maar nou ja, goed. Ik denk dat je er best wel lang mee kunt doen.
Ik vind het concept van deze verf in ieder geval super leuk. En ik denk echt dat je er super leuke dingen mee kunt doen. Echt, ik kijk er nu naar. Het droogt ook heel snel. Het is nu ook al droog. Ja, hij schijnt wel door aan de achterkant, zoals je kan zien. Maar het valt me op zich nog mee. Ik vind het resultaat echt heel leuk met die metallic laag die hij achterlaat. Wat dat betreft zou ik ze echt kunnen aanraden. Alleen dan niet om te gebruiken met de brushpen. Ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat jij van deze metallic watercolor verf vond. Heb je ze al wel eens gezien en heb je ze zelf ook in je bezit? Vind je ze zelf misschien ook fijn? Of heb je ze nooit geprobeerd en denk je, goh, ik vind het resultaat toch wel leuk? Misschien vind je het ook helemaal niks, dat maakt ook helemaal niet uit. Ik zou het in ieder geval leuk vinden om te horen wat jij in ieder geval van de verf vindt. Ik hoop in ieder geval dat het duidelijk is geworden wat het effect van de verf is en dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online staat en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!